Ik had nooit verwacht dat ze na hun eerste bezoek aan Gent het nog zouden zien zitten om terug te keren. Ik had ook gehoopt dat ze niet meer heen wilden terugkeren, maar kijk, ze komen toch. Ze hebben juist gezegd dat ze onze stad wel aangenaam vinden en dat ze altijd gaan blijven terugkomen, dus we zijn weer al gescheten. Ja, ik weet. Ja, schat. Nee, dat dan. Nee. Maar dank u voor bij te dragen aan het concept in ieder geval. Hé, dat zijn grote heren. Voor jullie, die toffe gasten. En dat is Stefan Nieuwenhuis, de stadsdichter van Groningen. En Karel ten Haaf. En die, ja, die doet zodanig veel dat het te veel is om op te sommen. Ik ga met mij houden. Luister naar die mannen. Loop daarachter niet weg, want er komt nog iets, Max. Die toffe gasten. Voor jullie. Alsjeblieft, geen applaus. Hallo. Doet dit? Ja. Ik ben al te groot. We hebben een drietraps raket voor jullie voorbereid vanavond. Dat betekent een heel leuk gedeelte. Een nog leuker gedeelte. En een derde gedeelte. En daarna is het afwachten. Ons eerste gedeelte. Dat is wel belangrijk om even te vertellen. Ik ben altijd degene die praat, maar Karel is degene die de... ik ben degene die praat, Karel is altijd degene die er doorheen praat. Maar het is een hele aardige jongen. Applaus voor Karel! Sympathiek. Dankjewel. Dan kan ik natuurlijk niet achterblijven. Ja. Applaus voor Karel. Dank u wel. We gaan beginnen met gedichten. Begin ik? Ja. Dan begin ik meteen met een kerstgedicht. Het is getiteld De Drie Wijzen uit het Oosten. Kan me niet schelen waar vandaan. Wijzen hoort niet. Ja, we zijn bekend om onze heel korte gedichten. ik begin graag met het gedicht Geen Gedoe. Wie A zegt, moet ook Capella zeggen. Dat is echt heel vermoeiend. Dat stelde heel erg op prijs dat dat een heel kort gedicht is. Het volgende gedicht. We zijn ook heel goed in samenspraak. Heet Juf. Ze stelde zich voor als Juffrouw Bulten. En ik zag, dat is correct. Dat hoeft niet. Het volgende gedicht is voor Leonardo DiCaprio geschreven. Het heet Titanic. Waar de boot het hoogst is, is de reling nabij. Dan een kroeggedicht, getiteld Telkens Weer. Wanneer je naast me plaatsneemt aan de bar, de borsten vier vooruit, denk ik, man, wat ben je dik. De schuchtere dyslecticus. Ze werd pas echt een spontane, na een snuifje kokiane. Dan een Engels gedicht. Hit on the head. I'm not a wino. I'm a biro and genevero. Dit gedicht heet Naspel. Het is een verzoekje van een vriendin van mij die er vanavond niet is, en dat is dan weer een verzoekje van mij. Het gaat als volgt. Toen we klaar waren, vroeg ik je, en? Hoe was ik? Geen idee, zei je, met de hand. Dan nog een
Engelsen. Zang voor mijn hengst die Christmas heet. I wish you a merry Christmas. Ja, als je niet later kan, moet je dat gewoon doen. Ik vind dat applaus heel goed. Duizendpoot. Het was gezellig druk in de homobar. Dan een aansluitend gedicht. Goede vraag. De hond in de pot. Is dat een pornofilm? Want wij wisten niet dat dit het niveau was, dan heb ik er nog één. Oma. Hoewel oma de weg wat kwijt was, vond ze in het breien haar beste vriendin. Haar steken wat los, de kleur niet optimaal en de sokken die je kreeg kon ik van beide kanten in. Het geeft haar vreugd, dat kun je zien. Haar open kruissteek is uniek. Ach, ze is van de straat, valt niemand echt lastig. En de breinaalden had ze nog uit de inboedel van opa's abortuskliniek. Dan heb ik ook een lange, zij het iets korter. En hij rijmt ook nog. Romantiek. 'S Ochtends fluister ik je naam zacht. En 's middags droom ik dat je naar me lacht. En 's avonds schrijf ik jou in gedachten een brief die ik aanhef met mijn lief. En 's nachts trek ik gekke bekken wanneer ik me bij jouw foto zit af te trekken. Annette. Hij had zijn zinnen op haar gezet, maar viste steeds achter Annette. En dan nog eentje over de man-vrouw verhouding, dat schijnt het goed te doen hier. Gevulde schedel. Ze voelt zich stukken minder blond, met een piemel in haar mond. Ik weet niet of jullie op de hoogte zijn van het fenomeen ready-made. Een ready-made is min of meer een gevonden voorwerp in tekst. Dus je hebt niet zozeer een gedicht gemaakt, maar je hebt iets gevonden waarvan je denkt, dat heeft zekere poëtische kwaliteiten. Dat is een ready-made. Ik heb dus het volgende. Ik heb een gedicht en aansluitend een ready-made. Dus het is een gedicht uit twee delen. Het eerste gedeelte heet Het leven in Vlaanderen. Het leven is de zekerheid dat lookworst zonder L ook worst is. Het is een zekerheid. En dan komt dan nu de ready-made die ik gewoon van het internet heb geplukt. Lookworst, de MV-en, lookworsten. Worst waarin look verwerkt is. Bij de beenhouwer, 2 kilo gehakt en 3 lookworsten alstublieft. 0 reacties. Nou, dan is nu tijd voor een korte, een hippie gedicht. Seks met minder harigen moet sowieso verboden worden. En dan zal ik weer graag zo praten als Bob. Dit is dan een gedicht zoals Bob dat zou doen. Ik ga het niet in het Vlaams doen. Dat zou niet netjes zijn voor Bob. Het heet De Vlaamse Man. Daar staat weer een Vlaamse man. De Vlaamse man zegt: en wat vindt u van onze meisjes? Anders dan bij u thuis zeker. Zeker, ze zijn mooi, vaak petit en niet ongemanierd of grof gebekt en ook niet typisch Nederlands. Ze zijn ideaal, ja, uw meisjes. De Vlaamse man zal het aanhoren. De Vlaamse man zal glimlachen. Van binnen wappert zijn kleine gele leeuwtje.
De Vlaamse man houdt van zijn meisjes. De Vlaamse man, dat is een toffe gast. Hulde voor de Vlaamse man. Sla hem subiet op de schouders en hou van de Vlaamse man. Hou van de Vlaamse man. Meisjes van Vlaanderen, hou alsjeblieft van de Vlaamse man. Want wij doen het niet. Dat wordt van mijn garage afgetrokken, dus ik moet hier met een schuld vandaan. Dan het volgende gedicht. Eenzaamheid. 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 Op mijn schoorsteenmantel staat een ingelijste foto van mijn rechterhand.